Deze week verrast tv-bioloog Freek Vonk Nederland door plots poedelnaakt in een commercial van een verzekeringsmaatschappij te verschijnen. Freek Vonk! Seks zelfs, en dat weten reclamemakers maar al te goed. Want zo krijg je meer aandacht voor je product of boodschap. Je laat een bekende ster zich uitkleden. Freek is niet de enige bekende Nederlander die zichzelf in Adams kostuum laat zien in een reclamespot. Een bekend voorbeeld, Huub Stapel en Ellen ten Damme. In een pikante commercial eveneens voor een verzekeringsmaatschappij. Het Wereld Natuurfonds huurde niemand minder dan Duitse Kroes in. Het wereldberoemde Friese topmodel verscheen naakt in een promotiefilmpje met als slogan: de natuur, dat ben jij. En geef net als Duitse de aarde door. In Duitsers geval in haar blootje. GTST-hunk Jan Kooijman danst in zijn blootje in een filmpje voor het Spierfonds. En ook radio-dj Ruud de Wild is niet bang om zich helemaal te laten zien. Voor een promo voor NPO Radio 2 maakt Ruud een nogal luchtig ritje op de motor. Het is afwachten wanneer de volgende ster uit de kleren gaat.